Een van hen is Harold Klaassen. Jarenlang was hij verslaafd aan alcohol en hij leefde 1,5 jaar op straat in Rotterdam. Ik lag dus vaak regelmatig bij de Leuvenhaven of bij de vuurplaat in de omgeving. Onder flatpartikjes, onder balkonnetjes. Ik lag ook vaak, leg je tenminste uit de wind. Maar ik lag ook altijd wel met het gezicht naar de muur toe en een tasje onder mijn hoofd. Ik kon toch wel redelijk slapen. Maar ja, het is geen pretje. Want het is vrij hard. En echt een complete rust krijg je niet. Want je hoort altijd weer wat verkeer voorbij komen. Of mensen voorbij komen. Of jongeren die het weekend hebben weer stappen. Dus ja, op een gegeven moment moet je toch oplossingen gaan zoeken. Harold komt eigenlijk uit Drenthe. Hij kwam op straat terecht omdat hij niet met zijn vader kon opschieten. Het leger des Heils in Zwolle wilde hem niet opvangen en zette hem op de trein naar Rotterdam. 5 jaar later werkt Harold inmiddels weer als stratenmaker, zijn oorspronkelijke beroep. Maar voor het zover was, heeft hij heel wat moeten overwinnen. Op een gegeven moment was het dus ook zover dat ik samen met mijn eigen werkgever ging werken. We deden alles met z'n tweetjes. Ja, en die stond vanmorgen al voor de deur met een kist half liter op de achterbank. Dus ja, op een gegeven moment was het gewoon de hele dag door drinken. Nou ja, dan kwam ik thuis, ging douchen, eten, nam een biertje en hoppa, de deur uit, de kroeg in. Voor de tijd nog even langs de slijter om een zakflesje stroom te halen. Nou, was het stroometje leeg en dan kwam ik vanuit de kroeg een uur of één kwam ik weer thuis. Nou, dan dronk ik nog 1 of 2 biertjes, ging naar bed, ja, om 5:30 weer opstaan, douchen, biertje. Maar ja, op een gegeven moment toen werd ik zo'n paddenstoeltje. Ik kreeg allemaal rode stippen op mijn lichaam. En achteraf bleek dus dat ik tegen de alcoholvergiftiging aan zat. Nou, toen heb ik toch maar besloten om ermee te stoppen. Harold meldde zichzelf bij de opvang op aanraden van een paar vrienden. En daar heeft hij geen moment spijt van gehad. Vergeleken waar ik nu sta, waar ik 5 jaar terug stond, is dit toch een heel wat beter leven. Inmiddels heeft Harold zijn leven weer op de rails, al zit hij nog wel in de schuldsanering. Hij heeft een flat, een vriendin, een baan en een kat. En hij geldt als een van de succesverhalen van het opvangprogramma. Hij was zelfs te zien in een postercampagne van de gemeente. Ze zeggen ook altijd van, als je aan het werk bent, dan blijf je van de straat af. Nou ja, ik zeg, dat klopt dus niet. Maar ik blijf altijd op de straat. Alleen de eerste keer was het even een beetje schrikken. Want ik werd 's morgens wakker. En hier voor de deur zijn leuke bushokjes. En ik kijk uit het raam en dan zit je in één keer tegen je eigen hoofd aan te kijken. Dat het met Harold weer goed gaat, is natuurlijk te danken aan zijn eigen doorzettingsvermogen. Maar wat ook heeft geholpen, is dat de hulpverlening zich niet meer alleen maar richt op afkicken, maar op alle problemen die daklozen hebben. Dat is denk ik ook ja, eigenlijk de succesfactor, dat we heel goed kijken naar wat heeft iemand nodig en dat we tegelijkertijd alle problemen aanpakken. En niet zoals vroeger een stukje van het probleem en de rest blijft bestaan. En mensen zijn wel op een gegeven moment in een verslavingskliniek afgekikt, maar komen daarna gewoon weer op straat en weer met diezelfde vrienden in contact en hebben nog steeds geen werk. Seksueel misbruik heeft vaak meteen een enorme invloed op het leven van de slachtoffers. Ja, dat is echt een gewoonte van mij. Als ik thuis kom om 5 uur nieuws kijken. En daar mag dan wel weer een biertje bij. Maar nooit meer dan 1 of 2. Zoveel als ik vroeger dronk, kan ik nu ook niet meer, hoor.